Welkom terug allemaal. Je ziet hier achter mij wat beeldmateriaal van een van mijn andere kanalen. Waarbij dat ik heel vaak bezig ben met motorfietsen enzovoort. Waarbij dat ik opname maak terwijl dat ik aan het rijden ben. Ja, hier ben ik nu nog niet aan het rijden, maar ze biedt zullen mij al. Kijk, hier ben ik al rijdend op de motorfiets. Dus wat ik op zo'n moment heel vaak gebruik is de GoPro. Dus deze is de GoPro Hero 9. Dus ze hebben nu net de GoPro Hero 10. Ja, net. Ze hebben die vorige paar weken terug, midden september, en ze hebben ze die aangekondigd. Ik heb de 9 gekocht omdat de 10 uitkwam. En daarmee was de 9 net iets goedkoper op dat moment. Die heeft een touchscreen hier van achter. Die heeft hier van voren een scherm waarbij dat je kunt meekijken naar je compositie enzovoort. Maar als je zo wilt zien wat dat die camera allemaal kan en niet kan, er zijn genoeg filmpjes online. Ik wil het gewoon even hebben over een paar dingen dat ik zelf al ontdekt heb terwijl ik die camera gebruikte. En ik heb eigenlijk meteen als ik de GoPro zelf bestelde, heb ik meteen ook de MediaMod erbij gekocht. En de MediaMod is eigenlijk, want hier een groot probleem met dit ding is dat daar geen audio input op zit. Dus je kunt daar geen externe microfoon op aansluiten. En daar komt dit ding eigenlijk kijken. Ja, op dit moment zit er nu een ander deurtje op. En dat andere deurtje heeft een opening voor een USB-C adapter naar een microfoon. Dus dat is een optie die je kunt gebruiken. Maar de andere optie is dus, als je dat deurtje eraf neemt, dan kun je die GoPro in die case hier steken. Zo. Zo past die daarin. En dan kun je het deurtje gewoon weer dicht doen. En dan heb je niet alleen hier een microfoon. Je hebt ook als extra achterop extra inhangen. Waaronder inhangen voor een microfoon. Dus je kunt hier, je hebt zo van die flitsbevestigingen. Cold shoe mounts. Waar je dan eigenlijk heel gemakkelijk een microfoon kan op bevestigen. Dus dat is hoe ik eigenlijk mijn geluid dacht goed te krijgen op de motorfiets. Maar ik heb het uiteindelijk anders moeten doen. Want het grote probleem met deze case is dat ik, zoals je ziet, kan ik nu mijn batterij niet meer verwisselen. Als ik nu mijn batterij wil verwisselen, dan moet ik eigenlijk de case open doen. En aan deze kant zit de batterijklep niet, want die zit hier aan deze kant. Dus ik moet die er helemaal uithalen. En dan pas kan ik aan mijn batterij, dat blauwe ding met dat flapje aan. Dat is wel een pluspunt trouwens, als ze van Hero 8 naar Hero 9 gingen, waren alle batterijen eigenlijk niet meer uitwisselbaar. Dus hebben ze een nieuw type batterij op de markt gebracht, dus iedereen moest ook nieuwe batterijen kopen. Nu, van de Hero 9 naar de 10, is het dezelfde batterij, dus kunnen gewoon de batterij blijven gebruiken. Maar dus dit is niet echt interessant als je wilt je batterij kunnen wisselen onderweg. Plus ook nog, extra vervelend is als je die... Dus deze camera's hebben, en de 8 had dat ook al, heeft zo hier van onder de twee lusjes eigenlijk, waarmee dat je die kunt bevestigen en die klappen zo dicht. En dan heb je daar geen last van. Maar die gaan door deze opening hier van dat keisgedoe. Dus je moet ze eigenlijk inklappen om hem er kunnen uit te nemen. Dus je moet eigenlijk heel je GoPro van je bevestiging halen, van mijn helm in mijn geval. Dus dat is heel omslachtig om die batterij te wisselen. Nog iets dat ik ontdekt heb, dat ik op voorhand niet kon inschatten, denk ik, is dat dit ding gewoon oververhit. Dus als ik op de motor aan het rijden ben, dan is er niks aan de hand. Dat kan geen kwaad, want dan heb ik continu die koude luchtstroom erover, waardoor dat ding perfect kan afkoelen. Maar als ik dit ding gewoon op een statief binnen het huis of zo een uur laat opnemen, het is rond de 50 minuten of zo, dan slaat hij af van oververhitting. En dat is dan nog in 4K, dat is dan nog niet eens in 5K gefilmd. Daar zit een kaartje in waarmee dat ik tot 4 uur kan opnemen, is denk ik. Maar ik ga nooit niet die 4 uur halen als ik geen koeling heb, want ja, dan valt dat ding gewoon uit oververhit. En dan kun je hem ook niet direct opnieuw opstarten, want hij is oververhit, hij moet eerst afkoelen. Dus een heel vervelend probleem. Ik heb al begrepen dat de Hero 10 dat ook nog altijd heeft. Eigenlijk de Hero 10, de update tegenover dit, is dat er vooral een nieuwe processor in zit. En dat was wel nodig, want wat ik hierbij merk, het is ook heel... dit is een touchscreen van achter, maar dat loopt heel vaak een klein beetje achter. Dat werd totaal niet vloeiend.
En dat zou moeten opgelost zijn met een snellere processor. En op dezelfde manier gebeurt het ook heel vaak, eigenlijk iets te vaak. Ik heb nu een update gehad, een firmware update recent. Want hij had niet de laatste firmware als ik hem uit de doos nam. Maar met de originele firmware liep hij heel vaak gewoon vast. Dus dan kon je gewoon niet meer opnemen. En het enige wat dat hielp, was aan je batterijtje eruit te halen. Je moet niet vragen hoe lastig dat is als je dit ding gemonteerd hebt. Hè. Maar ja, dus dat gebeurde wel heel vaak. Ik moet zeggen, met de laatste firmware lijkt het erop dat ik het niet meer voor heb gehad. Qua opnametijd kan ik ongeveer een uur lang opnemen. En dan is mijn batterijtje plat. Maar ik heb ondertussen, mijn batterijen zijn ondertussen toegekomen. Want die zijn heel lang op backorder geweest. Maar ik heb ze ondertussen ontvangen. Op zich, een uur is nog altijd niet echt superveel. Maar wel voldoende. En zeker gezien dat je de batterij gemakkelijk kunt wisselen. Denk ik qua grootste teleurstellingen. Naast dan die case mod. Dat eigenlijk ja, niet handig blijkt te zijn. Natuurlijk dat hij vaak vastloopt. Maar dat lijkt ook verholpen. En dat hij warm wordt, hè. Daar heb ik echt geen oplossing voor, behalve in de wind gebruiken. Dan is er geen probleem, maar als ik hem gewoon zo... Ik ben ook aan het proberen om opnames te maken in auto's, voor zo meer autoreviews te maken. Maar in die situatie wordt dat ding dus warm mee. Dus ik moet zien dat ik het op 50 minuten allemaal opgenomen heb, of een tweede meeneem, voor te wisselen als deze te warm is en zichzelf uitschakelt. Want dat gebeurt als het warm wordt, schakelt hij zichzelf gewoon uit. En dan stopt uw opname daar, hè, tenzij je een backup hebt. Dingen die hier nog wel de nadeel is met die GoPro's die eigenlijk vandaag op de markt zijn, en dus ook met de Hero 10, is dat, dat ze een heel kleine sensor gebruiken. En een kleine sensor, ze kunnen wel 5K filmen en ze steken daar wel 24 megapixels op, maar dat zijn 24 megapixels op een heel kleine sensor. Dus als je weinig licht hebt, ja, dan is dat gewoon heel veel ruis dat je krijgt. Je ziet hier een klein beetje een tunnel. Maar bij weinig licht kun je niet veel doen met dit ding. Ik denk, als er interesse voor is, kan ik mijn instellingen wel een keer delen. Want het is wel een feit dat je niet met... De standaard instellingen zijn niet de beste instellingen. Typisch zijn de standaard instellingen veel te veel verscherping, veel te veel verzadiging van kleuren enzovoort. Dus er zijn een aantal tweaks dat je kunt doen. Als er interesse voor is, laat het mij weten. Dan ga ik mijn instellingen ook een keer overlopen. Maar voorlopig dus de Hero 9 in bepaalde... Op bepaalde vlakken een grote teleurstelling, maar aan de andere kant... Als het werkt, werkt het wel goed. En het geeft nog altijd wel goed beeld. Op voorwaarde dat je licht genoeg hebt. Bedankt voor het kijken en heel graag tot in een van de volgende video's.